In Berlijn werden hotelgasten wakker van een enorme knal. My god. Het aquarium in de lobby van het hotel was uit elkaar gesprongen en twee mensen raakten daarbij lichtgewond. Chaos. Also das ganze Aquarium ist geplatzt und ist halt ein Bild der Verwüstung mit toten Fischen und ganz viel Scherben und schon Drama. Dit zijn oude beelden van het aquarium en zoals je kunt zien, het was gigantisch. De waterbak was 16 meter hoog en gevuld met een miljoen liter water. Daarin leefden zo'n 1500 tropische vissen. Veel toeristen kwamen erop af. Bezoekers konden er met een lift doorheen om de dieren te bewonderen. Dit is wat er nu nog van over is. Een hoop puin, plassen water en dode vissen. Ja, het lijkt erop dat de dieren het allemaal niet hebben overleefd. Door de explosie en de kracht van het water raakten ook de ramen en deuren van het hotel beschadigd. Spullen spoelden daardoor naar buiten de straat op. En dat is zo dat we het gebouw nu begangen hebben. Een etage, het erdgeschoss, is allerdings zo met traumatijen zur Zeit voll, dat ze daar zu Fuß bisher niet reingehen konnten. En daar jetzt also Rettungshunde zum Einsatz kommen, die in dieses Erdgeschoss geschickt werden. Voorlopig blijft het hotel gesloten.